Hier worden deze week 10 boomveren geplaatst. Dit zijn bomen die niet in de grond staan, maar ze hangen in stellages. En dat heeft een voordeel. Een boomveer is handig omdat je kunt vergroenen op plekken waar dat normaal niet mogelijk is. Zoals deze locatie kunnen bomen worden geplaatst waar normaal staan ze in de grond. Hier hebben we heel veel leidingen en ze staan dus niet in de grond, maar in een luier waardoor de leidingen niet beschadigd raken door de wortels. De provincie had de keuze uit 208 inzendingen. Aan de hand van een aantal criteria kozen ze onder andere voor dit idee. Ik moest het fietsen aangenamer maken, iets met duurzaamheid, de beleving van een fietspad. Eigenlijk ideeën die op die elementen scoorden, die zijn uitgekozen. En dit werd uitgekozen omdat dit wel een heel creatief en bijzonder idee was. En bijzonder is het zeker, want naast dat bomen nu geplaatst kunnen worden op plekken waar dat normaal niet mogelijk is, heeft deze stallage nog een voordeel. Doordat de bomen bewegen in een speciale ophanging, kunnen we stroom uit de boom gaan halen. En wat we uiteindelijk willen is dat met de stroom die we zelf opwekken, dat we daarmee de sensoren kunnen aansturen en de pomp, zodat het een geheel zelfvoorzienend systeem wordt. Het is dus nog een pilot en aankomende periode gaan ze kijken hoeveel stroom ze op kunnen wekken. Duurzaam is het in ieder geval zeker volgens de boomkwekerij, want ook in de winter kunnen de bomen gewoon overleven in de stellages. In de winter is de boom in rust en heeft hij ook niet heel veel water nodig. Dus het is vooral in de zomer belangrijk dat we een goed watersysteem hebben.